hartstikke goed, eigenlijk. Ja, mijn corset zat niet al te strak, dus het ging wel lekker, ja. Dat ging erg lekker, denk ik. Het was spannend, heel veel geoefend, maar het ging heel soepel, dus ja. Oh, het ging heerlijk vanavond. Ik vond het allemaal heel mooi gemaakt. Heel veel details en dingetjes. Ja, de sfeer was wel goed. Volgens mij vond iedereen de jurk ook wel mooi. En, maar dat is ook logisch, het zijn ook hele mooie spullen. Goed, het is een hele leuke show. Heel leuk. Ik ben heel blij met deze eerste grote show eigenlijk. Zelf lekker in de zaal gestaan en was er heel blij mee. Ja, het was hele drukke muziek en je moet heel langzaam lopen, dus je moet eigenlijk niet het tempo van de muziek. Rustig. Maar het ging heel goed. Ik had een corset aan, het was heel strak. Maar super mooi. Doet het pijn? Nee. Toen ik het corset aan kreeg, was het wel een beetje moeilijk hoor. Want ik had niet genoeg adem gehad toen hij eindelijk dicht werd getrokken. Dus ik kwam wel een beetje ademtekort, zeg maar. Nee, de mensen waren heel erg positief, vooral over de bruidsjurk en de vouwcorset. Het is allemaal erg in de smaak. Was dat niet heel bijzonder? Dat was, ze zat echt in een vitrine gevuld met rook. En ze moest daar echt, tijdens de show stond ze daar met een masker op haar gezicht. Er zat er zeg maar een slang in het masker. Dus ik kon wel ademen, maar het was dicht. Ik hoorde niks, ik zag niks meer. Maar dan is het maar afwachten, oké, wanneer gaat dat ding open? Maar het ging wel goed. Maar aan het einde van de show stapte ze eruit en ontplooide die jurk, die sleep, achter haar. Nou, dat was gewoon een fantastisch moment. Kippenvel. Chapeau. Op naar de volgende collectie over een half jaar. In de zomer 2011 presenteren.